By 2030, 60% of the world population will live in urban regions. This will also happen in Europe and the Netherlands. This brings along certain challenges. How do we create urban districts that are more sustainable and safe? The municipality of Utrecht has launched a pilot in the urban district Canal Island. Smart Street Lighting Utrecht, which is part of the European project IRIS. Within the IRIS project, different European cities work together on the same challenges, with the common goal to realize the sustainable urban district of the future. We proberen echt samen met bewoners oplossingen te bedenken die ook voor die bewoners belangrijk zijn, die hun probleem oplossen. Ze reden hier veel start in Canal Island, vooral 's avonds. Het bracht me op een idee om een licht zebrapad te maken. Wat ik leuk vind aan het oplichtende zebrapad is dat het samen met de wijk is ontwikkeld. En dat ze ook de meerwaarde ervan zien. En dat lukt eigenlijk alleen als je ze aan de voorkant goed betrekt en mee laat denken over de oplossing. Meer cohesie in de stad, dat je bij elkaar hoort en dat je elkaar helpt. Deze masten die hier liggen, die komen naast de zebra te staan. Op het moment dat in het donker er een voetgang aankomt, dan gaat de elektronica uiteindelijk zorgen dat de lichtmast feller gaat branden en dat ook de zebra op gaat lichten. Positieve reacties hebben we wel gehad. Dus mensen blij waren dat er iets gebeurt en ook iets nieuws, dat vonden ze wel interessant. Het ontwerp is helemaal gemaakt door stadsingenieurs van de gemeente Utrecht. CityTech heeft die taak goed opgepakt, steeds iedere keer weer iedereen erbij getrokken. Al die verschillende partijen. En dat maakt het project heel erg interessant en leerzaam. Je ziet wel dat iedereen ook een beetje zoekende is, natuurlijk in dit deel, omdat het nog nooit eerder gedaan was. Vanuit de theorie weten we hoe we een goede verlichtingssituatie moeten creëren. Vanuit de praktijk gaan we nu bekijken of we dat daadwerkelijk ook kunnen bereiken. We hebben speciaal het armatuur ontwikkeld voor deze toepassing, zodat automobilisten de voetgangers goed en zichtbaar kunnen waarnemen. The light masts next to the crossing are so-called smart poles. They detect pedestrians, measure car speeds, and communicate with the crossing so it lights up. Developments within the project made sure possibilities increased over time. The smart poles were enhanced with different sensors. An LED ring was also added, which lights up in blue or orange depending on the traffic situation. It does not stop there in the district of the future. Not only is the crossing unique, also the surrounding street lighting is upgraded and used in this pilot to further develop new technologies. In de hele omgeving van deze zebra hebben we allemaal de armatuur voorzien van een puck. Dit armatuur is er ook van voorzien, die uiteindelijk via de regelkast gestuurd wordt. Dus je kunt op een gegeven moment als nodig is het lichtniveau opschroeven of eerder aan laten gaan. We zullen uiteindelijk gaan merken dat een lichtmast niet alleen een lichtmast gaat blijven. Ook bijvoorbeeld in het buitenland zijn er veel meer vragen en die kennis moet je opdoen. En middels dit project hebben wij dat mogen doen. Je merkt ook dat de andere steden heel veel interesse hierin hebben. Welke afwegingen er gemaakt zijn, hoe je dat doet met inkoop vanuit de gemeente Utrecht. En dan zie je dat zo'n Europese samenwerking heel veel meerwaarde heeft. Want dan kun je deze oplossing namelijk ook sneller uitrollen in de EU. Utrecht, Gothenburg en Nice are frontrunners within the IRIS project and inspire more and more other European cities. More information on activities can be found on the website www.iris-utrecht.nl.